Nou, Nick en Simon gaan in 2034 uit elkaar. Het is afgelopen. Eindelijk. Gisteravond zaten ze het samen toe te lichten bij Eva Jinek, over wie wel eens wordt gezegd dat ze niet scherp kan interviewen. Nou, gisteren wel hoor. Ik hoop wel dat dit hun laatste interview was. Ik kan er niet meer tegen. Nick Schilder houdt van bananen en Simon Keizer niet. Simon Keizer is de gemene van de twee. Hij schopt paarden, snijdt vissen de kop af en lokt minderjarige en gehandicapte fans naar een stal in de buurt van Vlijmen. En wat daar dan gebeurt, moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten. Wat ik erg vind, is dat hij dat niet aan Nick vertelt. Nick heeft een baard die hij goed verzorgt. Hij smeert er iedere dag een speciale gel in. Hij is een trouwe echtgenoot en is vegetarisch. Nick eet sinds kort ook geen visbier, wat in een vissersdorp als Volendam natuurlijk keihard aankomt. Volendam staat bekend om zijn paling, die roken ze daar de hele dag in vieze emmers. Ook als ze geen honger hebben. Een vis in rook hangen. Dan ben je natuurlijk een vieze goere sadist. Volendammers vermoorden dieren, en als je daar niet aan meedoet, sluiten ze je buiten. Volendammers die zich tegen volendamse gebruiken keren, vinden ze daar veel erger dan cocaïne spuiten, op asielzoekers inslaan met flessen, geld stelen en alle andere dingen die Simon Keizer allemaal doet. Als je jarenlang als duo optreedt, is het natuurlijk niet zo gek dat mensen je ook als duo gaan zien. Maar als je zelf onderdeel uitmaakt van zo'n duo, hakt het er natuurlijk wel in. Op een gegeven moment wilde Nick wel eens een eigen kleedkamer om in te zingen. En dan is het natuurlijk vervelend als mensen daarover vragen stellen als: "Hey, waarom zingt Nick alleen in en niet samen met Simon?" Want ze zingen op het podium toch ook samen. Wat ze Nick, wat Nick er dan niet bij vertelde is dat het gewoon niet leuk is om een kleedkamer te delen met iemand die de hele dag voor de spiegel staat te masturberen en die zijn vuilnis dus niet in de prullenbak gooit, maar ernaast omdat hij gewoon schijt heeft aan zijn ecologische voetafdruk. Simon doet ook nog steeds net alsof hij ook bevriend is met Kees Tol en die halve garen Jan Smit en de rest van die smerige Volendamse troep die de hele tijd met campers vol gitaren op reis gaan en die daar dan spelen dat ze het gezellig hebben, maar in werkelijkheid slaan ze in de buitenland willekeurige mensen in elkaar en lachen ze om racistische praat. Nick heeft daar de buik van vol. Hij kijkt Simon ook niet meer aan als ze samen zingen of op televisie zijn. Dat was een hele goede vraag van Eva Jinek gisteren, toen ze heel subtiel aan de vieze korst die Nick en Simon heet begon te krabbelen. Wij zingen liefdesliedjes, zei Simon toen. Toen vielen de maskers pas echt af. Ze kijken elkaar dus niet aan omdat ze niet van elkaar houden. Goed dat Eva Jinek dat er eindelijk uit heeft getrokken. We zijn verdomme in oorlog. Corona komt terug. De boeren sterven uit. En als je heel veel frikandellen eet, krijg je kanker. En Nick en Simon houden alleen maar van zichzelf. Van Simon wisten we dat al wel, maar van Nick Schilder verwacht je zoiets niet. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.